De meningen van de burgers over de verscherpte COVID-19 maatregelen die president Santokki gisteren heeft ingevoerd, zijn verdeeld. Onder andere geldt de avondklok nu van 8 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend. Vooral Paramaribo Zuid en Wanica Noord vormen een groot gevaar voor de gezondheid van de Surinamer. Carla Boetius maakte het volgende verslag vanuit de binnenstad. De COVID-19 maatregelen zijn gisteravond verscherpt door president Santokki. Hij heeft onder andere aangegeven dat het uitgaansverbod dat op 9 uur gesteld is teruggebracht naar 8 uur 's avonds. Na 8 uur mag dus eigenlijk niemand die niet op straat moet zijn, op straat zijn. Ook heeft hij aangegeven dat er nu sancties getroffen zullen worden, er zullen boetes opgelegd worden. We zijn nu in de binnenstad en gaan met enkele mensen praten. We willen weten wat ze van deze verscherping vinden. Nou, kijk, ik volg de informaties van desbetreffende instanties die dat zeggen. En na 8 of 9 uur ben ik meestal thuis. Dus meestal thuis, ja. Dus hangt vanaf van de situatie. Is te verwachten. Waarom? De aantallen zijn gegroeid. Dus ja, het was te verwachten. Maar houdt u zich wel aan de maatregelen? Jawel, u ziet het. Mijn mondkap is op. Ik neem geen andere taxis of bussen, zo ik word afgehaald. Na 8 uur ben ik natuurlijk niet op straat. Een burger die de maatregelen van de regering toejuicht, zegt dat het wel een bittere pil is dat vanwege deze maatregelen de werkloosheid is toegenomen. Het is een goede idee van de regering, van deze regering. Ja, ik vind het echt goed. Want als je zo kijkt, dan zie je van dat elke dag meer besmettingen krijgen. Ja. Ja, dus ik vind het een hele goede idee van deze regering. Ik vind het niet erg, want sommige mensen klagen van ja, bedrijven kunnen niet open gaan en ja, we worden beknot in onze vrijheid. Ja, maar die mensen hebben gelijk, want we hebben een tal van werklozen hier in Suriname. Mensen die niet werken. Mensen die niet eens een stukje brood kunnen verdienen. Dus die mensen hebben gelijk. Ja. Dus het is net aan twee kanten. De ene kant moet het verscherpt worden, want die gevallen nemen toe. En aan de andere kant moet men ook denken aan die werkloosheid. Ja, klopt. Dat is standaard. Zo moet het zijn. Ja, we hebben elkaar nodig. Het is niet goed. Wat vind je niet goed? Die mensen moeten veilig zijn, ze moeten opletten. Met een paar andere dingen, ja. En ze moeten thuis blijven? Ja. Want na 9 uur ben jij niet meer op straat? Ja. Ja? Ja. Nee. Dat waren reacties van burgers over de verscherpte COVID-19 maatregelen die gisteren zijn aangekondigd door president Chandrika Prasad Santokki.